aan te geven of een winter koud of streng is verlopen, maken we gebruik van het koude getal, ook wel het Helman-getal genoemd, naar de meteoroloog die de formule heeft uitgevonden. Het is eigenlijk een hele simpele berekening. We meten heel de dag de temperatuur en dat levert 24 waarnemingen op. Als we die 24 waarnemingen delen door 24, komen we uit op de gemiddelde temperatuur voor die dag. In dit voorbeeld is dat -3,1. Op het moment dat die gemiddelde temperatuur negatief is, gaan we hem gebruiken voor het koude getal. En dan doen we er een klein trucje mee. Allereerst halen we het gradensymbooltje weg en we maken het getal absoluut zoals dat heet. En dan wordt het koude getal 3,1. Als we nu iedere dag op die manier het koude getal berekenen, krijgen we uiteindelijk een som van de koude getallen over de hele winterperiode. Maar we doen dat dus alleen met negatieve gemiddelde temperaturen. In dit voorbeeld levert het een koude getal op van 3,1, 0,8 en 2,4 en samen is dat 6,3. Aan het eind van de winter hebben we dus een groot getal of een klein getal. Is het boven de 300, dan spreken we van een zeer strenge winter. Is het minder dan 10, dan is het een buitengewoon zachte winter. Als we dat nu eventjes in het perspectief van een aantal jaartallen zetten, dan zien we bijvoorbeeld dat de winter van 1963 zeer streng was. Het koude getal was toen 336. De huidige winter tot halverwege februari levert een koude getal van 6 op. En in 2014 hadden we zelfs een koude getal van 0. En dat is pas één keer gebeurd sinds we meten.